Het Nationaal Denksportcentrum Suriname is gisteren opgeleverd. Dit gebeurde op het terrein van de Anton de Kom Universiteit naast het IGSR-gebouw. Lalini Gopal, minister van Sport en Jeugdzaken, vindt het belangrijk dat een goed gefaciliteerde sportcentrum is opgezet. De bewindsvrouw is evenals de Chinese ambassadeur in Suriname, Liu Quan, blij dat het centrum er is om de denksport in ons land verder te ontwikkelen. Het Denksportcentrum is in verband met het jubileum van de China Dalian International Corporation gedoneerd aan de Surinaamse sportsector. Net zoals elke andere sporten hebben ook denksporten de behoefte aan specifieke infrastructuur. Denk maar aan een geschikte tafel, stoel, verlichting en ga zo maar door. Dit Denksportcentrum zal onder andere gebruikt worden voor schaken, dammen, troefkool en nog andere sporten. Denksporten zijn vooral goed voor de ontwikkeling van onze jeugd, omdat ze je probleem oplossen doen denken. Iedere handeling van de tegenspeler zet je aan het denken over je volgende set. Daarbij ontwikkel je ook andere vaardigheden zoals logisch redeneren, rekenvaardigheid, ruimtelijke inzicht en bovenal concentratie. It will be used to host championship of international chess, bridge game and the game of go and other mental sports. And I would also like to report to you during the visit of President Bautista in China. We signed an MOU on cooperation for sports, and I'm sure this mind sports is also included. So there is great future for our two countries to have more cooperation in this field. Nelius Codrington, voorzitter van de Surinaamse Dambond, zegt dat deze faciliteit de denksport in Suriname een belangrijke boost zal geven. Vooral als het aankomt op het onderdeel dammen, zegt Codrington. Omdat opeenvolgende besturen steeds moesten nadenken over een geschikte locatie voor het dammen, meestal met torenhoge bedragen per dag. U weet dat dammen in alle stilte moet plaatsvinden. Suriname heeft de afgelopen 60 jaren steeds een belangrijke plek ingenomen bij het werelddamgebeuren. Wij hebben steeds meegedaan aan internationale toernooien. In de jaren 60 waren wij zelfs in de top 10 van de wereld. Voorzitter Nelius Codrington van de Surinaamse Dambond. Hij sprak gisteren samen met andere hoogwaardigheidsbekleders bij de oplevering van het Nationaal Denksportcentrum Suriname. Dit centrum is gevestigd op het terrein van de Anton de Kom Universiteit Suriname.